Welkom bij de kennisclip over de resultaten. Hoe zien de resultaten van een wetenschappelijk artikel eruit? De resultaten dienen een objectieve weergave te zijn van wat er gevonden is. De focus bij de resultaten is op de uitkomst van de onderzoeksvraag die in de introductie is gesteld. Het is erg van belang dat de resultaten logisch volgt op de methode. Dus als je bijvoorbeeld in de methode A, B en C noemt, dienen ook de resultaten in diezelfde volgorde te worden benoemd. Hoe zien de resultaten van een kwantitatieve studie eruit? De resultaten van een kwantitatieve studie bevatten veelal cijfers. Deze kunnen worden getoond in zogenoemde tabellen, maar ook in zogenoemde grafieken. Je ziet hier twee voorbeelden. Hoe zien de resultaten van een kwalitatieve studie eruit? Hier zijn geen cijfers. Hier worden de resultaten omschreven en ondersteund door middel van citaten van de mensen die je geïnterviewd hebt of van de mensen die hebben deelgenomen aan je focusgroep. Je zal hierin dus veel aanhalingstekens zien. Dan de resultaten van de Systematic Review. De resultatensectie van de Systematic Review begint veelal met een ingevulde flowchart. Een flowchart laat op een systematische wijze zien hoe je van veel artikelen naar alleen die artikelen komt die jij hebt geanalyseerd. Daarna volgt een zogenoemde data-extractietabel. In deze tabel omschrijf je alle artikelen die je hebt geïncludeerd. En daarin omschrijf je bijvoorbeeld de auteurs van de artikelen, het aantal deelnemers in die studies, maar ook de methode, resultaten en conclusie van die artikelen. Daarna volgt een zogenoemde synthese van die artikelen. Een voorbeeld van zo'n synthese. In de resultatensectie van de Systematic Review zul je geen samenvatting zien van alle artikelen apart. Het is van belang dat je alle artikelen samen omschrijft en de conclusies en resultaten daarvan, zoals je in dit voorbeeld kunt zien. Wat is het belangrijkste wat je moet onthouden van deze kennisclip? Dat elke methode en elke resultatensectie verschilt per onderzoeksdesign. En het is dan ook van belang dat je resultatensectie precies aansluit en precies passend is bij de methodesectie. Een resultatensectie moet altijd een objectieve weergave zijn van de data die je hebt geanalyseerd, van de resultaten die je hebt gevonden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende kennisclip.